Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, omlaag brengen van inflatie, belangrijkste uitdaging regering. Vaccinatiecampagne gaat anticiperend op vijfde golf naar hoger tempo. Suriname en VN herbevestigen duurzame samenwerking. Nederland doneert medische hulpmiddelen aan Suriname. En het ministerie van Defensie ondersteunt pluimveesector. Het omlaag brengen van de importinflatie is een van de belangrijkste uitdagingen van de regering in het nieuwe regeerjaar. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi op donderdag 11 november 2021 bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen in het parlement. Het staatshoofd bleef bij deze gelegenheid stilstaan bij het financieel-economisch jaarplan. Hij merkte op dat de monetaire financiering beëindigd is. Dit draagt bij aan een stabiele wisselkoers. Het overheidsfinanciënbeleid stuurt aan op het verkleinen van het tekort, met als doel de afhankelijkheid van geleende middelen te verminderen en zodoende de weerbaarheid van de staatsfinanciën en de staatsschuld te verbeteren. Meneer voorzitter, in de ontwerpbegroting 2022 zijn de geraamde overheidsontvangsten en uitgaven vastgesteld op respectievelijk 24,8 miljard SRD en 26,7 miljard SRD, met als resultaat een begrotingstekort gelijk aan 2,6% van het BBP. Het is goed, meneer voorzitter, om hierbij te benadrukken dat we met deze cijfers ruim binnen de internationale normen van het behoorlijk fiscaal bestuur zitten en dat uit zich onder meer in een wisselkoers die al voor langere periode stabiel is. Meneer voorzitter, het is ook goed om hierbij te benadrukken dat van de uitgaven het overgrote deel, 24,8 miljard SRD, bestemd is voor beleidsprogramma's. Dit zijn projecten die moeten resulteren in het verwezenlijken van de vastgestelde ontwikkelingsdoelen zoals onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, capaciteitsopbouw, woningbouw en productie. Hierbij moet niet onvermeld zijn dat de programma's en projecten voor het overgrote deel ruim 20 miljard SRD worden gefinancierd uit eigen middelen en voor een kleiner deel via donormiddelen en leningen. Dat betekent, meneer voorzitter, dat het overgrote deel van de overheidsinkomsten zal worden besteed aan de ontwikkeling van ons land op de genoemde gebieden. De offers die de hele samenleving brengt, worden daarmee vertaald in groei, in welvaart en welzijn, zodat in de nabije toekomst de vruchten door de gehele samenleving daarvan kunnen worden geplukt. Het is belangrijk om hierbij stil te staan, omdat we weten dat de offers niet makkelijk zijn geweest. Het financiële jaarplan omvat tevens strategische actiepunten voor ieder van de 17 ministeries. Binnen die actiepunten is de eerder geschetste ambitie van de regering voor het jaar 2022 te herkennen. Meneer voorzitter, er wordt ook geconcretiseerd op welke wijze de ministeries voor het jaar 2022 de ontwikkeling van onze samenleving zal worden bevorderd en worden bijgedragen aan de realisatie van onze ambities. De ministers kunnen bij de begrotingsbehandeling ingaan op deze strategische actiepunten. De belangrijkste uitdaging voor het nieuwe jaar, meneer voorzitter, zoals dat ook tot uiting komt in het financieel jaarplan, is het verlagen van de inflatie. Het gaat hierbij met name om de importinflatie. Het is goed om hierbij ook op te merken dat monetaire financiering inmiddels is beëindigd. Het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname
hebben daartoe een memorandum of understanding getekend. Ook dat draagt bij aan een stabiele wisselkoers. Anticiperend op een mogelijke vijfde golf in ons land, zal de COVID-19-vaccinatiecampagne naar een hoger tempo gebracht worden. Tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 11 november 2021 gaf Javier Assén aan dat wereldwijd de vaccinatiegraad nog laag is. De nieuwe virusvarianten zijn agressiever en de samenleving moet zich hiertegen beschermen. Het toedienen van boostervaccinaties behoort tot de maatregelen die in dit kader genomen worden. U hoort Javier Assén, die voorzitter is van het Nationaal Coördinatieteam. Het belangrijkste is dat we met de vaccinatiecampagne in een hogere versnelling gaan. Het is ook echt hard nodig. De internationale media, de mensen die dat volgen, daar kun je al zien dat in de landen om ons heen, maar met name in Europa, de recordbesmettingen dag na dag worden gemeld. Dus hoger aantallen besmettingen dan ooit gezien zijn in de pandemie. En de verrassing, is het een verrassing? Nee, ik hoor de antivaxxers al zeggen, zie je, sinds dat vaccin er is, zijn er veel meer besmettingen. Maar dat is niet het geval. Wat er gebeurt namelijk is dat de vaccinatiegraad in de wereld nog te laag is, waardoor het virus dat maar één doel heeft, en dat is zich zo snel mogelijk vermeerderen in gastheren. En gastheren, dat zijn wij mensen. En zolang we onbeschermd zijn en het virus tijd heeft om zich te vermenigvuldigen en zichzelf te veranderen, zal hij veranderen in een steeds agressievere variant. En we krijgen dus daarom steeds weer te maken met de golf die een nog agressievere variant als oorzaak heeft. En wat bedoel ik met agressiever? Het virus is moeilijker herkenbaar voor het lichaam. Het verandert zichzelf van uiterlijk. En het is in staat om zich sneller te vermeerderen. En hoe sneller het zich vermeerdert, hoe sneller het je ernstig ziek maakt. Dus het is heel erg belangrijk dat we ons gaan laten vaccineren. Maar dat we ook, niet alleen onszelf, maar dat we anderen motiveren zich te vaccineren. Zodat het virus geen tijd heeft om van onze weerstand te winnen. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben boosters nodig. Want wat we hebben gezien na het analyseren van alle cijfers van de mensen die in het ziekenhuis, uiteindelijk in het ziekenhuis belanden, dat over het algemeen ouderen zijn of mensen met een verminderde weerstand. En nadat geanalyseerd is wat daar de oorzaak van was, is besloten op heel veel plekken in de wereld om boosters toe te dienen. Dus een extra dosis. De basis daarvan heb ik al meerdere keren uitgelegd. Ik zal het nu ook kort uitleggen. Maar een vaccin is een nabootsing van een infectie. En die bereidt het lichaam voor op het moment dat er het echte virus komt. Als het echte virus komt, dan herkent het lichaam het virus sneller. En is het in staat het virus te remmen voordat het te veel schade doet. Nu is het zo, ik zei het al, dat de virussen steeds agressiever worden. Dus zich ook steeds sneller delen. En daardoor kan het dat een virus zich al dusdanig vermeerderd heeft in je lichaam, dat die detecteerbaar is. En dat zien wij als een besmetting. Dus agressievere varianten, die breken door de vaccinbarrière heen. Dus de weerstand die opgebouwd is door het vaccin. Is het dan zo dat het vaccin helemaal niet werkt? Nee, dat is niet het geval. Wat je ziet is dat mensen die gevaccineerd zijn, daarbij komt de weerstand op een gegeven moment wel goed op gang. En zorgt ervoor dat de ziekte niet verder gaat en dat je komt in een ernstig beloop waarbij je opgenomen moet worden of zelfs dood kan gaan. Dus het vaccin, en dat is ook waarom we steeds zeggen, het vaccin is er nu niet eens meer primair met deze varianten om de besmetting te voorkomen. Want die zien we oplopen tot recordhoogte, maar om te voorkomen dat wanneer je besmet raakt, het niet dusdanig ernstig wordt dat je opgenomen moet worden. In Suriname vertoeft momenteel de resident coördinator van de Verenigde Naties voor Suriname, Marina Walter.
Zij heeft op woensdag 10 november 2021 haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het onderhoud met het staatshoofd was een beleefdheidsbezoek waarbij de duurzame relatie tussen Suriname en de VN herbevestigd werd. Tijdens het bezoek aan de president hebben beide functionarissen zich gebogen over hun jarenlange samenwerking. Suriname en de VN hebben een hele nauwe band. Met het bezoek aan president Santokhi is de relatie niet alleen herbevestigd. Het is ook van belang dat hieraan vervolg wordt gegeven vanwege het nieuwe ontwikkelingsplan alsmede het nieuwe raamwerk van de VN, namelijk de Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework. Dit is een instrument waarmee de Verenigde Naties landen en gebieden in het Caribisch gebied steunt. De VN wil een partner zijn van Suriname in de groei van het land en de ontwikkeling van haar samenleving. Zij is van mening dat de Surinaamse overheid haar toewijding aan het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen heel duidelijk heeft gemaakt. De landenorganisatie wil waar nodig een bijdrage leveren in het realiseren van deze doelstellingen. Ambassadeur Henk van der Zwaan heeft namens het Koninkrijk der Nederlanden symbolisch een partij medische hulpmiddelen overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Dit vond plaats op vrijdag 12 november 2021 op het presidentieel paleis. De donatie ligt in het kader van het schenkingsdocument dat de ministers van Volksgezondheid, Amar Ramadine en Hugo de Jonge, eerder dit jaar hebben bevestigd. Het gaat om een schenking van in totaal 14 zeecontainers met goederen. Ik ben erg blij dat we vandaag een grote zending, meer dan 14 zeecontainers vol met PPE-artikelen, hebben kunnen overhandigen aan Suriname. Dit gaat terug naar het bezoek van de president begin september aan Nederland. Daar is een overeenkomst getekend tussen onze minister Hugo de Jonge en minister Ramadine dat we deze artikelen zouden gaan schenken. Heeft even geduurd, heeft een paar maanden geduurd voor de verzending. Maar gelukkig is het nu aangekomen, deze week. Deze zending stelt de Surinaamse gezondheidszorg in staat om meer dan een jaar gewoon gebruik te kunnen maken van al deze artikelen. En ze kunnen dus hun taken daarmee onder goede bescherming verrichten. Vanaf de aantreden van regering Santokhi is er een aanzet gegeven om de banden tussen beide landen te herstellen en te versterken. U bent de officiële vertegenwoordiger hier van de Koninkrijk der Nederlanden. Hoe ervaart u de samenwerking tot nu toe? Ervaring is buitengewoon constructief. Ik ben september vorig jaar hier aangekomen en vanaf de eerste dag bespeurde ik bij alle ministeries, bij alle instanties waarmee ik zeg maar contact had, echt de positieve trend en de intentie om de relatie die een beetje vertroebeld was, weer in goed vaarwater te brengen en op een constructieve manier te gaan samenwerken. Dat blijkt dus ook de afgelopen jaren. Op allerlei terreinen zijn we bezig. Het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname, de gezondheidszorg. We hebben de heer Mark Sprenger hier enkele maanden gehad als adviseur, speciaal adviseur. En hij gaat zijn taken opnieuw oppakken de komende maanden. Ik noem de defensie op allerlei terreinen. We gaan kijken volgend jaar op onderwijsgebied, culturele betrekkingen. Er zijn echt enorm veel mogelijkheden om de relaties te intensiveren. En die intentie wordt echt uitgevoerd aan twee kanten. Zowel aan de Nederlandse kant als aan de Surinaamse kant. Het gaat om mond- en neusmaskers, de schorten en handschoenen onder andere. Persoonlijke beschermingsmiddelen die wij nodig zullen hebben in de strijd tegen COVID-19. En dat allemaal voor minimaal een jaar. De Nederlandse... De overheid die heeft ons heel goed ondersteund in de strijd tegen COVID-19. In juni heeft onze minister van Volksgezondheid aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland een verzoek gedaan om ons te ondersteunen tijdens de zware derde golf. En we kregen daarbij een volle ondersteuning
waarbij we zelfs heel veel vaccins gedoneerd hebben gekregen en waarbij we een behoorlijk deel van onze populatie tijdig gevaccineerd hebben. En dan zien we dat weer in onze vierde golf, dat de cijfers vele malen hoger waren dan eerste, tweede en derde golf zelfs. En dat toch nog de consequenties wat minder ernstig waren dan dat je zou kunnen verwachten met zulke cijfers. Dus we moeten heel erg dankbaar zijn voor deze donaties. Ook is personeel gekomen tijdens de derde golf om ons te ondersteunen. En dat is fantastisch, want we kunnen zo wisselwerking hebben tussen onze deskundigen, de deskundigen van Nederland. En dat is altijd een voordeel. Dus het hele pakket aan 14 containers, denk ik, 40 goed containers met alle persoonlijke beschermingsmiddelen, die zal ons behoorlijk helpen in de strijd tegen COVID-19. Het ministerie van Defensie heeft als voornaamste missie het beschermen van de soevereiniteit van het land. Daarnaast is zij dienstbaar naar de maatschappij. In dit kader ondersteunt zij ook initiatieven die betrekking hebben op de productie. Tegen deze achtergrond heeft minister Krishna Kumari Mathura op donderdag 11 november 2021 een rondleiding gehad in de nieuwe productiehal van pluimveebedrijf SPNV. Wij brengen u hiervan het volgende verslag. We willen, wat ons betreft Defensie, altijd ondersteunend zijn. Tweede is dat we in onze beleidsplan van Defensie productiebedrijven, de productie in Suriname, als prioriteit hebben geformuleerd. En waarom hebben we dat als prioriteit geformuleerd? Omdat Defensie twee belangrijke taken heeft. Onze missie is dat we Suriname beschermen en ondersteuning bieden daar waar het nodig is. Beschermen, veiligheid is heel belangrijk voor iedereen in Suriname. Elke burger, elk bedrijf. Want als die veiligheid niet gegarandeerd is, kan je ook niet investeren. Dus dat is voor ons erg belangrijk en dat willen we met al onze ten dienste staande middelen bereiken. De veiligheid opvoeren. Maar het tweede is die ondersteuning. En die ondersteuning, hebben wij gezegd met z'n allen, dat productiebedrijven een hoge prioriteit hebben. Waarom? We zitten in een crisis. En wat gaat ons helpen om uit deze crisis te komen? We hebben schulden. Wat gaat ons helpen om uit deze schulden te komen? En dat is de productie. De productie, dat zijn bedrijven. Dat zijn KMO's, kleine en middelgrote ondernemingen. Bedrijven als van u, SP, die al 60 jaar een familiebedrijf is waar u onafgebroken durft om te investeren. En waar u creëert werkgelegenheid. Waar u risico's neemt, waar u producten op de markt brengt voor de Surinaamse samenleving, de burger. Waar andere bedrijven ook voordeel van hebben. Het gaat niet alleen om uw bedrijf. Het gaat om een keten van bedrijven in Suriname. Bedrijven waar u levert. Bedrijven die verkopen. Waar ook andere medewerkers zijn. Dus de voordelen. Ik heb het net een paar genoemd. Maar de economische voordelen van productiebedrijven zijn gigantisch. Zijn heel veel. En dat is ook wat we willen doen. Is we willen binnen onze mogelijkheden bekijken hoe we die productie kunnen ondersteunen. En ook uw bedrijf, waar we kunnen, zullen we blijven ondersteunen. Ik spreek de hoop uit en dat het uiteindelijk wel doordringt tot ieder, en ook in heel Suriname, dat we eigenlijk zelfvoorzienend moeten zijn in de productie. Zeker voor pluimveevlees. Ook de eieren is al zo goed als 100% zelfvoorzienend.
Maar de kippenvlees niet. Het is momenteel tussen 35% en 40% lokale productie. En 60-65% wordt geïmporteerd. Ja? En dan heb je twee factoren. Je hebt de Braziliaanse kip die geïmporteerd wordt. En je hebt de Amerikaanse boten die geïmporteerd worden. We zijn concurrerend met het vlees uit Brazilië. Omdat dat gaat om hele kippen, vlerken, borstfilet, etc. Maar we zijn niet concurrerend met de buitenlandse bouw. Dat is, hebben een heleboel factoren. Eentje bijvoorbeeld is dat het gewoon een dun product is voor de Amerikanen. En het is eigenlijk ook vol hormonen, die kippen daar gekweekt. Dus het is ook ongezond voor onze bevolking. Tot zover deze aflevering van Focus. Bedankt voor het kijken. Een goed weekend aan u allen toegewenst. Goedenavond.